Liefde gemeente, wat gebeurde er in 1940, jongens en meisjes? Dat weten jullie wel, denk ik. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, in elk geval ook voor Nederland. Toen kwam Duitsland en viel Nederland binnen. En toen hebben de Duitsers zeker de koningin gevangen genomen. Nou, dat wilden ze wel graag, maar dat is niet gelukt. Want koningin Wilhelmina met haar familie, zij kon op tijd uitwijken, vluchten naar Engeland. Had zij daarmee ons land en ons volk in de steek gelaten? Nee, zeker niet. En zo hebben de meeste mensen dat ook gelukkig niet ervaren. Want wat gebeurde er vanuit Engeland? Klonk haar stem in Nederland, in het geheim, in huiskamers, want ja, de Duitsers wilden dat niet. Die wilden niet dat de mensen een radio zouden hebben om daardoor ook het nieuws vanuit Engeland te horen. Maar mensen verstopten hun radio en liepen daardoor, dat hadden ze voorover, liepen daardoor gevaar om de stem van de koningin te kunnen horen. En daardoor werden zij bemoedigd. En zo probeerde zij, koningin Wilhelmina, vanuit Engeland daar te zijn ten goede voor haar volk hier in Nederland. Dat in de strijd tegen Duitsland of de overheersing door Duitsland was gekomen. Ja, door de radio klonk eigenlijk de waarheid. Want Duitsland die verspreidde allerlei leugens over hoe de situatie was in de oorlog. Daar kon je niet op vertrouwen, dat kon je niet geloven. Maar vanuit Engeland klonk de stem en die vertelde de waarheid hoe het ervoor stond. Dat gaf de mensen moed. Dat gaf hen kracht om door te gaan. Om te strijden, om vol te houden. Mooi beeld eigenlijk als je nadenkt over wat er gebeurd is met Hemelvaartsdag. De Heere Jezus is toen naar de hemel gevaren. Nee, niet om zijn kerk in de steek te laten. Als we dat zouden denken, dan hebben we het niet begrepen. Dat dachten de discipelen in ieder geval niet. Want we hebben gelezen uit het Lucas-evangelie dat zij met grote blijdschap terugkeerden vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Zij begrepen het. Dat dit niet een zaak was van verdriet, maar van vreugde. We hebben dat beleden ook met de Heidelbergse catechismus, dat de Heere Jezus in de hemel is ons ten goede. De discipelen hebben hem zien opvaren naar de hemel. Ze hebben hem nagestaard. Maar de engelen kwamen en zeiden, hij zal alzo terugkomen. En intussen, in die tussentijd, is hij daar ons ten goede. Deelt hij gaven uit, wat we gezongen hebben uit Psalm 68. Ja, zelfs aan het wederhorig kroost, aan ongehoorzame mensen. Zodat ze eenmaal eeuwig bij hem zullen mogen wonen, uit genade. Door het werk dat de Heere Jezus hier op aarde heeft gedaan. Wij hebben Psalm 47 gelezen. Een psalm die wij graag zingen met Hemelvaartsdag. God vaart op met gejuich. Wat betekent die psalm eigenlijk? Waar gaat het over in deze psalm? God vaart op met gejuich. Wat zullen de Israëlieten in de tijd dat deze psalm geschreven is, daarbij gedacht hebben? Wat is eigenlijk de aanleiding geweest om deze psalm 47 te schrijven? En hoe kan God opvaren naar de hemel? Opvaren, God vaart op met gejuich, dus opvaren betekent hij gaat omhoog. Met gejuich, met het geklank van de bazuin. Ja, misschien heb jij er wel vragen over, dat je denkt, ja, maar
God kun je toch niet zien? En in de tijd dat deze psalm geschreven werd, toen was de Heer Jezus nog niet op aarde geboren. Nog niet mens geworden. Hem kon je wel zien, omdat hij mens werd, maar dit is lang daarvoor. En wat hebben de Israëlieten daarbij gedacht? God is onzichtbaar. God woont in de hemel. En waarom schrijft de psalmdichter dan hier, God vaart op met gejuich? Nou, waarschijnlijk moeten wij bij deze psalm denken aan de situatie dat David, die grote koning van Israël, dat David de ark van het verbond, dus die kist die gemaakt werd en waarvan en overtrokken met goud, de ark van het verbond die gemaakt werd in de tijd dat het volk van Egypte naar Kanaan reisde. David heeft die ark naar Jeruzalem gebracht. Die ark, die kist, overtrokken met goud, waarin de 10 geboden van de Heere lagen. Dat was het teken, het symbool, het zichtbare teken dat de Heer had gegeven van zijn aanwezigheid te midden van zijn volk. En David die wilde die ark naar Jeruzalem brengen. De eerste keer is dat mislukt. We kennen de verdrietige geschiedenis dat Uzza die de ark tegen wilde houden, dat hij stierf toen de ossen struikelden en de ark dreigde te vallen. Toen later heeft David daadwerkelijk die ark toch naar Jeruzalem gebracht. We lezen daarover in 2 Samuel 6. En dat was een gebeurtenis van grote vreugde. In 2 Samuel 6 vers 15, daar lezen wij dat dat gebeurde met gejuich. En met het geklank van de bazuin. Zo werd de ark naar Jeruzalem gevoerd. En Jeruzalem ligt op de berg Sion. Dus de ark werd omhoog gevoerd. En ja, het zou heel goed kunnen dat deze psalm is geschreven ter gelegenheid van die gebeurtenis. Dat het teken van Gods aanwezigheid in het midden van het volk omhoog gevoerd werd, opvoer tot op de berg Sion, tot in Jeruzalem.